Nou, ik zit hier nog maar net en ik ben nog niet helemaal verhuisd. Maar ik merk nu al, ik krijg heel veel reacties van mensen die hier langskomen, die even naar binnen komen. En of dat ik mensen tegenkom van, goh, ik zie dat je een pand in de Rode Straat zit. Dus ja, dat werkt nu al goed. Ja. Ik ben nu 61 en ik ben 40 jaar geleden. 40 jaar doe ik het nu. Maar op mijn 21ste ben ik met de opleiding begonnen. Dus ik stem vooral piano's en vleugels, maar ik restaureer ook. En reparaties, onderhoud, alles wat je maar kunt doen aan een piano of een vleugel, dat doe ik. Ja. Nee, ik koop geen piano bij de kringloop. Dus niet, of laat mij er eerst even naar kijken, dat kan natuurlijk ook. Nou, het probleem is met een piano, je kunt er niet in kijken. En als je erin kunt kijken, weet je niet waar je naar moet kijken. Dus de piano's komen niet voor niks bij een kringloop terecht. Die zijn afgedankt door de familie. Niemand wil ze meer hebben. En waarschijnlijk heeft de stemmen destijds al gezegd van het is niks meer. En dan komen ze bij de kringloop terecht en worden ze verkocht. En dan bellen de mensen mij van, goh, ik heb een piano gekocht bij de kringloop. Kun je die even komen stemmen? Zeg, nou, ik kan wel even kijken. En dan kom ik en zeg, ja, sorry, maar hier kan je echt niks meer mee. En dan, wat doen de mensen dan? Dan gaat hij weer terug naar de kringloop. En dan de volgende, die belt mij weer. Zo, nou, zo blijven we bezig. Dus... Ja, ik heb al 40 jaar, meer dan 40 jaar een blues duo met Klaas Vermeulen. En ik speel in Van Verre, een folkband. En dat blues duo, dat heet Greyhound. En nou, de folkband heet Van Verre dus. En, de folkband is folk en het duo is blues. Ja. Nee, ik zit hier nog maar net, dus ik ben nog druk bezig. Ja. Ik wens je veel succes hier. Dankjewel.